Wij zijn het mycelium. Als je mij wil mailen, linda@climatecleanup.org, mag je ook nu meteen doen hoor. Want ik ben altijd heel erg op zoek naar leuke mensen. En volgens mij zitten hier de hele zaal vol met leuke mensen en thuis ook. En die vormen samen het mycelium. En dat zijn mensen die het gewoon doen. En oorspronkelijk is het mycelium, gebruiken we dat eigenlijk niet voor mensen, maar gebruiken we dat voor wat er zich in de grond afspeelt. De schimmeldraden die met elkaar eigenlijk wereldwijd verbonden zijn en waar bacteriën en water en energie en voedingsstoffen allemaal doorheen gaan en die elkaar voeding geven en samenwerken. En even kijken, Estelle, ben jij in de buurt met je microfoon? Waar is Estelle? Want ik vond het eigenlijk wel leuk om even, jij kent heel veel mensen, hè? Misschien, ik ben heel benieuwd naar een initiatiefnemer van wat iemand dan doet hier in de zaal. Ik ben Erna Smeets en ik ben samen met Tony en Gijs, die daar ook zitten, een van de initiatiefnemers van het Burgerberaad voor het Klimaat in Deventer. Tof, super. Nou, dan ben jij die hele grote paddenstoel. Zie je die daar? Ja. Dat ben jij. Wat gewoon enorm belangrijk is, is dat dat mycelium dat wij vormen, dat netwerk dat wij vormen met elkaar van mensen die de kar trekken, de boel veranderen, dat we elkaar steunen en elkaar voeden en dat we ook tot bloei komen en dat we dus onszelf ook laten zien en dat betekent dus heel erg veel communiceren. Dus als de wethouder straks de buurtinitiatieven ook goed gaat financieren, dan moet daar ook een goed communicatiebudget in zitten voor filmpjes, social media, misschien wat betrekken van bekende mensen uit Deventer of uit de omgeving van Deventer, want bekende mensen trekken altijd weer een heleboel andere mensen mee. Goed, wat je ook op een van die plaatjes hier ziet is zo heel mooi, dat ondergrondse netwerk, hè, zie je dat? Rechtsboven bij mij, bij jullie ook, hè? Van nou, dat mycelium, dat het Wood Wide Web voedt. En jullie hebben hier in Deventer, in deze zaal, een koploper. Ik ga niet zeggen hoeveel jaren, maar echt tientallen jaren op het gebied van alles wat zich in de soil afspeelt, in de aarde. En dat is Frans-Jan de Waard. En die zit daar en die wou ik heel graag even, als jullie hem niet al kennen, even aan jullie voorstellen. Frans-Jan is op een gegeven moment lid geworden van Climate Cleanup. Daar ga ik zo meteen nog meer over vertellen. Wij werken met een ledenstructuur. En ik ging Frans-Jan opbellen, want hij werd gewoon lid. Hij dacht, wat Climate Cleanup doet, dat is goed, geniaal, daar wil ik bij horen. Nou, dat vond ik natuurlijk een enorme eer, dus ik bel hem op. En toen vertelde hij mij, ja, ik ben al jaren bezig met dat wat zich in de aarde afspeelt. En ik wist toen, ik persoonlijk, er vrij weinig vanaf. Dat is trouwens ook nog een tip. Hè? Laat je niet weerhouden van dingen waarvan je denkt dat je er geen verstand van hebt. Als je gewoon doorgaat, op een gegeven moment krijg je er best wel veel verstand van. Veel meer dan een heleboel zogenaamde experts, die zich dan een expert noemen omdat ze in dienst zijn van een bepaald bedrijf. En dan eigenlijk dat verhaal gewoon vertellen van dat bedrijf. Maar dan net doen alsof ze een expert zijn. Maar goed, Frans-Jan, dat is echt iemand die jullie moeten kennen als je met biodiversiteit aan de gang wil, met wat zich in de aarde afspeelt. En Frans-Jan, jij ziet nu wel eindelijk na al die tientallen jaren dat jij dit werk al doet, dat je mensen eigenlijk hiervan probeert te overtuigen, te vertellen hoe belangrijk het is hoe we met de aarde omgaan. Hè, dat we die niet de hele tijd maar open trekken, waardoor die uitdroogt en vergiftigen met pesticiden en zulke soort dingen. Jij ziet nu eindelijk wel een kentering in jouw werkveld, toch? Ja, mijn werkveld is in zekere zin ook wel verschoven in die 40 jaar ongeveer. Dat ik sinds een Wageningse studie me bezighoud met duurzaamheid. En eigenlijk is dat vooral geworden wat we nu voedseltransitie noemen. En het is wel leuk dat jij die vraag stelt over wat zijn experts eigenlijk. Ik ben in de zin van de bodem ook officieel helemaal geen expert. Ik heb wel bodemkunde gevolgd, maar ik ben bosbouwer. En ik had dus niet echt per se zoveel harde kennis met cijfers en een strak verhaal. Maar ik had wel, denk ik, vooral een intuïtie over dat het niet goed ging met de bodem. En het heeft wel ook even gekost voor
ik toegaf dat waar ik dan de kennis verwachtte, dat die er niet was. En dat was nogal een schok. Of verschillende schokken eigenlijk. Maar dus wat jij ook zei, van je moet je niet door gebrek aan kennis laten tegenhouden. Want het begint natuurlijk met nieuwsgierigheid. Dus ik denk dat ik wel nieuwsgierig genoeg was om dan in te graven, zeg maar, in de bodem. En we zijn daar nu met heel veel, op heel veel manieren ook, ja, ons verder gaan verdiepen. En wat ik er spannend aan vond, en wat ik ook spannend vond in de, zeg maar, de ontmoeting met jouw club. Want jullie hebben dus gezegd als Climate Cleanup, wij willen ook vooral gaan kijken op welke manier kunnen we natuurlijke systemen inzetten. Want er wordt natuurlijk heel makkelijk, als het over innovatie gaat, over technologie gesproken. En er wordt ook heel makkelijk in geïnvesteerd. Maar eigenlijk is de natuur en de processen die daar zich afspelen en het potentieel dat daar is, dat vegen we heel makkelijk aan de kant. Dus ik heb me daar maar een beetje vastgebeten in dat verhaal over de bodemkoolstof. Dus het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer in organisch materiaal in de bodem. Met alle plussen die dat, behalve die klimaatwinst, ook oplevert. Ja, dus CO2 hebben we enorm uit de bodem laten ontsnappen sinds we de moderne landbouwtechnieken, of sinds we als mensheid landbouw zijn gaan bedrijven, zo'n 8000 jaar geleden. En daarmee is eigenlijk alle CO2 die we uit de bodem hebben laten ontsnappen veel grotere uitstoter geweest, maar dan ga je dus wel 8000 jaar terug in de tijd, dan fossiele brandstoffen. Nou, dat vond ik een enorme eye-opener toen ik dat voor het eerst hoorde. En dat kan je onder andere ook zien in die Netflix-programma Kiss the Ground. Als jullie Netflix hebben, schrijf op Kiss the Ground. Ik ga sowieso heel veel van die dingen zeggen, dus schrijf mee. Want ze staan niet allemaal in mijn presentatie. Nou, dit is ook zoiets waarvan ik tegen jullie zou willen zeggen: koop dat boek, lees het. Het is nog niet uit, het heet Regeneration: Ending the Climate Crisis in One Generation by Paul Hawken. Paul Hawken is ook de initiatiefnemer van Drawdown, waarvan we waarschijnlijk wel voor iedereen van jullie een exemplaar bij de uitgang hebben. Mag je meenemen, je mag een vrijwillige donatie doen, hoeft niet, afhankelijk van je eigen portemonnee. En we hebben dit boek, het kost in de winkel €25. Wat heeft Paul Hawken gezegd? Google die man, kijk naar zijn verhalen. Die heeft eigenlijk heel erg de mens ook centraal gesteld in onze klimaat- en natuurcrisis. Want die is eigenlijk gewoon door de mens veroorzaakt. En die gaat dus ook opgelost moeten worden door mensen. Dus wij zullen dat met elkaar gaan doen. En dat doen we gelukkig al. Dit boek komt in september uit in het Engels. En Climate Cleanup laat het vertalen. En dan is het in januari, februari ook in het Nederlands te verkrijgen. En de toverwoord eigenlijk van dit decennium is voor mij wel regeneration. Dus in het Nederlands is het dan regeneratie of herstellen, weer nieuw leven inblazen, zulke soort woorden. Ik vind dat in het Engels eigenlijk klinkt het wat mooier. Regen zeggen ook een heleboel mensen. Wij zijn, en dan kom je ook bij generatie. Hè? We gaan dit als generaties onderling doen. Het gaat niet over jong of oud, over rijk of arm. Het gaat echt over samen en met oog voor elkaar, respect voor elkaar. Dus inclusief is dan dat woord wat erbij hoort. Hè? Nou, dan hebben we hier Drawdown. Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren. Samengesteld door Paul Hawken. Nou, als iemand tegen je zegt: jongen, het is toch wel echt heel moeilijk, hè? Wordt tegen mij echt iedere dag 5 keer gezegd. Dan zeg ik: het is helemaal niet moeilijk. Wat is er nou moeilijk? Het staat hier allemaal in. Het staat hier gewoon precies in wat al die oplossingen zijn. En het goede nieuws is, we gaan nog heus wel nieuwe dingen verzinnen ook. Want dat hebben we toch altijd gedaan als mensheid. We verzinnen toch iedere dag wel weer wat nieuws en wat slims en wat een volgende stap. Dus wat heeft Paul Hawken gedacht? Die zag gewoon overal die oplossingen oppoppen als paddenstoelen uit het mycelium. En die dacht: niemand vertelt dat complete holistische verhaal van al die oplossingen samen die
transformatie helemaal gaan inzetten. En die echt zorgen voor een nieuwe economie. Wij noemen die wel de New Nature Economy. Dus de oude economie is eigenlijk is ook een nature economy, maar is een nature vernietigende economie. En de New Nature Economy is een natuurversterkende economie. Een mensversterkende economie, een gezondheidsversterkende economie, een gelijkheidseconomie waarin we niet meer elkaar gaan uitbuiten. Maar het gaat over, nou ja, als je hier doorheen bladert, en dit is dus door tussen de 80 en 100 onderzoekers en wetenschappers uit de hele wereld doorgerekend, op een rij gezet, op basis van de nieuwste inzichten. Dus er staat gewoon in wat het kost en wat het oplevert. In geld ook en in CO2-uitstoot of vastlegging van CO2. En daarmee is het dus het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren. En dit hoort gewoon op je nachtkastje. Ik zou zeggen, lees hem niet in één keer, want het is echt wow. Dus af en toe lees je gewoon eens een oplossing. En er staan altijd mooie foto's bij. En hiermee kan je dus ook al je vrienden en familie, hè, kan je gewoon zeggen, kijk. Hier heb je bijvoorbeeld bosbescherming. Ja, dat is een klimaatoplossing, bosbescherming, mooie foto erbij. Wat ontzettend leuk is, in januari komt er een spel uit, dat heet Solutions. Dat is van een Canadese jonge ondernemer. En die dacht van, dit is weer zo'n boek, we moeten daar een spel van maken. En dat spel, dat gaan wij ook naar Nederland brengen, dat heet de Solutions. En dan ga je dus, want deze zijn ook nog in een volgorde van belangrijkheid gezet. Door dat team van wetenschappers. Welke hebben meer impact en welke wat minder. Maar het goede nieuws is, we moeten alles doen. Hè? We gaan niet alleen maar de top 10 doen. We gaan ze echt gewoon allemaal doen. En in dat spel, dan ga je ook daarmee spelen. En dan krijg je dus van die hilarische taferelen van, wind op zee, doet dat meer dan het landgebruik veranderen? Of hè, wat is een grotere klimaatoplossing? Nou, dat kan je hierin lezen en dat kan je straks ook in dat spel spelen. Nou, hier heb ik eventjes nog een getalletje gedaan over parts per million. Dus dat is de hoeveelheid CO2 in de lucht. Zie je linksboven, augustus, 23 augustus 2021 zaten we op 414 parts per million. En dat was een jaar geleden, augustus 23, 2020, was het 412. Dus een one year change, 0,49% erbij. Iedere dag, iedere seconde, iedere minuut stijgt dit dus nog. Nou, wat is nou drawdown? Wat betekent dat? Het naar beneden trekken. Dus drawdown is dat moment, het moment in tijd, dat het hoeveelheid CO2 in de lucht daadwerkelijk gaat dalen. Nou, laat die even goed op je inwerken. Dus wanneer komen we zover dat die 414 parts per miljoen waar we nu op zitten, dat die dus opeens gewoon, we meten een getal wat lager is. Hoe krijg je dat voor elkaar? Alleen maar als je die klimaat- en natuuroplossingen die we gewoon nu al kennen, als we die gaan uitvoeren. Dus alles zit hem in de uitvoering. En niet in praten, een beetje praten, prima. Een beetje papieren, prima. Maar wij praten veel te veel. Ik denk wel eens mensen, onze kinderen, die gaan terugkijken naar deze tijd en gaan ze zeggen, wat waren jullie aan het doen? Jullie waren helemaal aan het praten. Ja, omdat dat deden we toen zo. Weet je, doen. Dus voel je gesterkt. Als je wat doet, vooral in die doen, ga door. De paradigmaverschuiving van klimaatproblemen naar klimaatoplossingen helpt ons om drawdown te bereiken. Nou, we hebben twee doelen voor de mensheid om te overleven. De uitstoot moet naar nul. En we moeten ook nog 1500 gigaton CO2 opruimen. Dat laatste, dat weten heel veel mensen niet. Dat noemen ze wel negatieve emissies. Bij Climate Cleanup praten wij nooit over negatief. Wij praten over klimaatpositief. Dus jij kan als mens of als stad of als buurt kan je klimaatpositief worden. Dat betekent gewoon dat je meer CO2 vastlegt dan dat je uitstoot. En dat kan je dus doen met natuurlijke klimaatoplossingen. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Kan ook op andere manieren, maar wij zijn heel erg voor die natuurlijke klimaatoplossingen. Waarom? Daarvan krijg je natuur.
Ja, en als ik je moet gaan uitleggen wat er belangrijk is aan natuur, dan zou ik zeggen, laten we eens eventjes een goede boswandeling gaan maken. Of eens even de berg op klimmen. Of ik laat je eens 3 nachten in je eentje in een bos overleven. En dan krijg je wel die verbinding met de natuur. Die helaas niet iedereen heeft, maar degenen die het wel hebben, dat is de weg om te gaan. De natuur te versterken. Ik heb deze sheet er nog even bij gepakt. Dat is dus wat Drawdown heeft gedaan. Hè. Die hebben dus allerlei solutions op een rij gezet. En in deze sheet zie je dat food and land use staat linksboven. How and what we produce and consume matters. En het blijkt dus dat als je alle oplossingen die te maken hebben met hoe je omgaat met de aarde, dus dat gaat over bossen en ontbossing en over het opslaan van CO2 in de grond, dus de aarde weer een natuurlijke behandeling geven, waardoor die aarde weer gezond wordt, dat meer dan de helft van de klimaatoplossingen is. Dus alles wat met voedsel te maken heeft en met alles wat groeit en bloeit, dat dus een gigantische oplossing is. Dus degenen die daarmee bezig zijn, al is het maar met geveltuintjes, denk niet dat je bezig bent met iets kleins. Je bent sowieso bezig om de stad leefbaar te houden met lekker veel groen. Maar alles wat dus te maken heeft met die aarde is zo ongelooflijk belangrijk. Omdat we dat dus gewoon 8000 jaar precies de verkeerde tegenovergestelde hebben gedaan. Nou, we hebben dus 1500 gigaton CO2 op te ruimen, kwamen wij achter bij Climate Cleanup. Dat is een stichting, dat is een goed doel. Met leden ook die wat geld in het laadje brengen. En wij kwamen erachter dat 1500 gigaton CO2 opruimen, dat betekent double nature. Dus er is nu ongeveer 1500 gigaton aan CO2 zit nu in de natuur, op land en in de zee. En we moeten dus ook nog 1500 gigaton gaan vastleggen, uit die lucht gaan halen. Draw down, dat moet eruit. En dat betekende double nature. Nou, ik doe veel communicatiedingen. Ik sprong natuurlijk een gat in de lucht, want dat is heel leuk om te vertellen. En dat kan je ook al in je eigen tuin doen. Dat kan je overal doen, double nature. Gewoon meer natuur, meer planten. En dat is dus mensenwerk. En dat kan ook, betekent ook dat je soms iets gewoon laat. Want de natuur weet natuurlijk gewoon perfect wat het moet doen. Hè, Frans-Jan? Je laat gewoon een stuk grond. En wat gebeurt er dan? Dan komt er van alles wat daar hoort. Want anders kwam het daar niet. Zo simpel is het. Onkruid bestaat niet. Net als afval bestaat ook niet. Het is gewoon een plant. En daar kan je van alles over leren en weten en eten of niet eten. Of giftig of weet ik wat. Of nuttig of voor een mens of niet. Double Nature staat ook op onze homepage van Climate Cleanup. En ook op doublenature.org. Climate Cleanup richt zich dus op het uit de lucht halen van die 1500 gigaton CO2. En Drawdown richt zich met al die oplossingen op. Ook op het de uitstoot naar nul brengen. Hè? Daar houden wij ons bij Climate Cleanup niet mee bezig, met windturbines of zonnepanelen. Dus we gaan het nu even hebben over eigenlijk die volgende stap. Want we gaan de uitstoot naar nul brengen, maar we gaan ook CO2 opruimen. En dat gaan we nu al meteen doen. Dat gaan we hand in hand doen. Want we hebben gewoon geen tijd te verliezen. Nou, hoe doen wij dat? Wij doen dat. Onze verandertheorie is, dat doen we met ondernemende mensen, zoals jullie. Sommige van jullie zijn geen ondernemer, maar wel een ondernemend mens. Maar we hebben ook ondernemers keihard nodig. Want zonder die ondernemers heb je niet iets om te kopen of een businessmodel. Gaat die economie niet veranderen. Nou, dat is hoe wij tegen het leven aankijken. Dat heeft linksboven zie je Sven Jensen, die heeft het eigenlijk allemaal bedacht. En wij verzamelen allemaal mensen om ons heen die dit al gewoon daadwerkelijk doen. Dus je ziet bijvoorbeeld Nicky Speel. Zien jullie mijn cursor ook of niet? Ja? Nicky is een zeewierondernemer. Trouwens helemaal niet voor opgeleid. Maar ze maakt zich gewoon helemaal eigen. En zij gaat in de haven van IJmuiden, heeft ze zeewier. En zij ging daar heel vaak surfen. En toen dacht ze van, godverdamme, dat Tata Steel hier. En dit moet wel vervuild zijn. En toen las ze over zeewier, dat zware metalen makkelijk opneemt. Toen dacht ze, nou, ik ga zeewier kweken om dat water schoner te maken. Nou, dat is ze gaan doen. En daar nu levert ze zeewier. Mensen maken er vooral materialen van, mooie kunstobjecten. Dus de hoeveelheid zeewier die zij kweekt is nog vrij weinig. Maar er is al een klein ketentje, zeg maar, is er al wel. We hebben hier Paul, die zit hier ook. Paul Knops van Green Minerals, die woont hier naast in Twello.
En Paul, die weet heel erg veel van Olifijn. Gaan we zo meteen nog even aan jou vragen. En Maartje, die is ook lid bij ons. Nou, daar hebben we ook Joost, die is ook met het zeewier. Felipe, Renature Foundation, die houden zich vooral bezig met boeren. Dus hoe de boeren weer op een betere manier kunnen gaan boeren. Nou, wat zijn nou schaalbare natuurlijke klimaatoplossingen? Er zijn er eigenlijk drie. Bomen, ik moet daar een nieuw plaatje hebben, want die aarde die staat er nog niet goed bij. Die soil, die mycelium, die hoort er helemaal bij. Die hadden we, zo zie je ook, wij leren ook. Dit wisten we een jaar geleden nog niet zo helder, toen hadden we dit gemaakt. Nou, dat is niet goed genoeg, gaan we veranderen. Rechts zie je zeewier, is een enorm snel groeiend iets. Daar kan je alles van maken, wat je maar wil. Je kan natuurlijk ook gewoon eten. En wij zijn ook aan het onderzoeken of je het kan laten afzinken naar de diepzee, waar het dan een carbon sink is, om het zo te noemen. En dat doet de natuur zelf ook. Want waar dacht je dat al dat zeewier bleef? Dat wordt ook wel gegeten natuurlijk. Maar het sterft ook gewoon altijd af. En dan zakt het naar beneden. En dan wordt het de nieuwe fossil fuels van de toekomst. En we zouden dat als mensen ook versneld kunnen doen. Dus dan halen we, als we heel veel zeewier zou laten groeien. En je zorgt dat het afzinkt, is het weg voor, nou ja, dat moeten ook wetenschappers aan meedoen. Voor hoe lang is het dan weg? In ieder geval. We zitten natuurlijk in een crisis, dus we moeten ook wel denken in snelle acties. Allemaal dingen om over na te denken. Ja, olifijn. Het is nu eventjes het moment, denk ik, om Paul te vragen. Kijk, hier in het midden ligt een hoopje zand. En dat is dus olifijn. En olifijn is een steen of een mineraal. In gewone mensentaal steen en de geologen zeggen mineraal. En dat komt op heel veel plekken op aarde voor. Een kwart tot een derde. En het is een vulkanisch gesteente. En dat is eigenlijk de oudste thermostaat van de aarde. Olifijn heeft heel erg veel betekend voor de temperatuur op aarde, zolang als de aarde bestaat. En dat doet het nu nog. Dus olifijn neemt van nature hartstikke veel CO2 op. Dat is dus wat het doet. Daar kan ik ook niks aan doen, dat is gewoon zo. En dan is dus de vraag, kunnen wij dat als mensen versnellen? Dus kunnen we bijvoorbeeld olifijn delven, naar boven halen en dan daar dingen mee doen, waardoor het versneld CO2 opneemt, omdat wij in deze crisis zijn beland. En Paul is een van de, nou daar hebben jullie weer zo iemand in jullie buurt, die daar gewoon al jaren en jaren mee bezig is. En ook, wat dus heel bijzonder is wij, in Nederland is er geen olifijn in de aardkorst, maar Nederland loopt dus enorm voor met al het onderzoek en kennis en ook ondernemers die hiermee bezig zijn. En Paul, is misschien wel even leuk als jij dat even kan vertellen met de microfoon. Want we hebben dus een Nederlandse professor die jij zelf ook persoonlijk kent. En die heet Olaf Schuiling. En, kom even naast je staan. Ja, kom even naast me staan. En hier hebben we dus olifijn. Dit kan je dus gewoon in je tuin gooien. En dan werkt het als kalk. Jij hebt natuurkunde gestudeerd. Wat gebeurt er als je dit in je tuin gooit? Het gaat heel goed zo. Je kunt alles vertellen, dus kan ik weggaan. Nee, ik ken Olaf Schuiling. Die heeft heel lang olifijn gepromoot. En al 25 jaar. En de laatste, ik wil zeggen, 4-5 jaar komt er meer aandacht voor. Toevallig in Deventer een nieuwe distributeur. Of zo in Badmen, moet ik zeggen. En olifijn is dus een gesteente. Een steen die CO2 opneemt. Van nature langzaam. Maar als je natuurlijk meer plekken dit soort materialen toepast, neem je vanzelf meer CO2 op. Als je wilt zien, ik zou zeggen, ik woon zelf in Twello aan de Rijksstraatweg. Daar ligt mijn oprit. Dus ik zou zeggen, kom kijken, daar zie je het gebeuren. En dit is ook een relatief makkelijke methode. Je kunt het ene steen vervangen met een andere steen. En dan neem je CO2 in essentie. En dus vooral ook, zoals je zegt, doen. Niet praten, maar gewoon doen inderdaad. Ja. En Olaf Schuiling is nu dik in de 80, hè? Ja. Professor Universiteit van Utrecht was hij. Ja. En die heeft dus ook een boek geschreven, heet Steen der Wijze. En die liep gewoon enorm voor met zijn gedachtegang. Want die keek gewoon naar die aarde. En die dacht, die aarde die heeft gewoon zelf altijd heel veel CO2 verweerd. En dat is gewoon een hele slimme oplossing om als mensen te gaan gebruiken. En deze
hier heeft heel erg veel tegenwerking gehad in zijn leven. Heel veel mensen die gewoon dachten, je bent gestoord, je bent gek. Wie gaat het doen? Helemaal niemand. En dat is net als Frans Jan, die eigenlijk ook zo tegen de stroom heeft ingezwommen. Dat heb jij eigenlijk ook allemaal meegemaakt. Ja, we gaan, toch? Wil je even huilen? Ja hoor, ja, ik kan je even uithullen bij jou inderdaad. Ja, op je grote schouders. Nee, je merkte dat, laten we zeggen, klimaatverandering tot, ik wil zeggen, 2-3 jaar terug nauwelijks leefde. En ook klimaatoplossingen... als bekend waren, vooral op zon en wind en op CO2-emissiereductie gericht waren. En gelukkig zie je nu midden in dit boek een heleboel oplossingen. En nou ja, daar moet een hele pakket oplossingen. Het is niet de enige zaligmakende oplossing, die is er ook niet. Maar je moet een palet aan oplossingen hebben en daarbij is dit een stukje ervan. Dus als je een oprit hebt of een grasperkje, doe er gewoon olijfijn bij, heel simpelweg gezegd. Ja. Top, dankjewel. En waar ook mensen mee bezig zijn... Waar ook mensen mee bezig zijn, is of je dit in een reactor zou kunnen gooien, waardoor het dan weer sneller gaat. He, dus dan hou je het in een gesloten systeem en waar het ook zijn werk zou kunnen doen. Nou, er zijn allemaal mensen die daarna mee bezig zijn. Koplopers. Waar zouden we zijn zonder koplopers? Nergens. Bij Climate Cleanup denken we in verschillende manieren van CO2-opslag. In de soil. Soil stort carbon rechtsboven. Ocean stort carbon in de oceaan. Rock stort carbon in olifijn of andere mineralen. En linksboven is construction stort carbon. Daar hebben we net een rapport samen met ASN Bank gemaakt. En dat gaat over dat je CO2 kan vastleggen in alles wat we bouwen. Dus eigenlijk vanaf nu, alles wat we bouwen, nooit meer materialen gebruiken die heel erg veel CO2 hebben uitgestoten om ze te maken. Zoals beton, baksteen, cement, metaal, noem het allemaal op, waar wij allemaal in zijn opgegroeid, tussen geboren zijn, zeg maar. Exit, we gaan werken met natuurlijke materialen, want dan zit er heel veel CO2 in opgeslagen. Je wordt er trouwens, er zijn allemaal onderzoeken naar, hartstikke veel gezonder van. Er is een school in Almere en daar hebben ze tonen ze aan dat die kinderen gewoon super happy zijn, hogere cijfers. Het is gewoon veel, veel prettiger om in een natuurlijk gebouw te leven dan in zo'n industrieel gebouw. En we gaan dus heel veel CO2 vastleggen. Dan ben je dus daadwerkelijk CO2 uit de lucht aan het halen. Want die planten hebben het eerst allemaal opgenomen. Moet je ook even je gaan voorstellen hoe Nederland er dan uit gaat zien. Dus niet meer die groene woestijnen waar niks gebeurt. Hè, waar de koeien dan een beetje dat gras voor die koeien en dan een beetje de mest uitrijden. Maar daar gaat hennep en vlas gaat daar groeien. En daar gaan we dan tussendoor fietsen bij. Dus dan wordt die hele... economische keten gaat helemaal veranderen. Wat wij ook altijd proberen is dat we op zoek zijn naar de trim tabs. Dat is een uitspraak van Buckminster Fuller. En dat zijn die dingen waardoor je iets doet dat het opeens snel gaat. Een voorbeeld is de Shell klimaatzaak. Een paar mensen fixen dat, hè? En dat heeft effect in iedere boardroom van de wereld. Nou, als dat niet een effectief is... Wat wij bij Climate Cleanup als een trim tab zien of als iets heel belangrijks, dat is het carbon accounting. Dus wij denken, wij gaan ervan uit dat het binnen een hele korte tijd heel normaal wordt. Dat bedrijven, maar ook privépersonen en ook overheden carbon credits gaan kopen. Dus je gaat, je gaat gewoon geld uitgeven. Die geef je bijvoorbeeld aan een boer die heel veel CO2 vastlegt in de grond. En dan moet je dus wel, hè, dan, dat moet geaccrediteerd zijn van hoeveel is dat dan en voor hoe lang. En dan gaat zo'n businessmodel van zo'n boer, dat wordt opeens gaat veel sneller. En wordt veel profitable, veel meer winstgevend dan zonder dat. Want heel veel van die vernieuwers zitten allemaal nog in die moeilijke periode dat wat ze hebben verzonnen, dat ze daar gewoon nog niet van kunnen leven. Hè? En dat moet door die eerste moeilijke periode heen. Dat is met iedere onderneming zo, maar dan moet je doorheen. Nou, hier is een beetje een ingewikkeld plaatje. Omwille van de tijd ga ik het overslaan. Maar carbon accounting zijn we mee bezig bij Climate Cleanup. Wat we ook heel belangrijk vinden is de social tipping point. Daar kunnen jullie zo aan meedoen. socialtippingpointcoalitie.nl dat is het nieuwe kabinet moet social tipping points in gang zetten door een social tipping point strategie onderdeel te maken van integraal klimaatbeleid. Wat is nou een social tipping point? Dat is iets sociaals dat er gebeurt, waardoor er dus iets wat mensen gezamenlijk in actie hebben gezet, waardoor er toch een grote verandering plaats heeft.
Een voorbeeld van gisteren. 9 studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn naar de reclamecodecommissie gestapt. Hebben gezegd, goh, die reclame van Shell, dat als ik tank en dat je dan, moet ik nog een cent per liter meer betalen ook, hè? Dan ga jij daar bomen voor planten. Dat vinden wij nep. Dat is greenwashing. Daar geloven wij niet in. Hoezo? Weet je, je bent mij gewoon, je houdt mij aan dat infuus. Je blijft maar doorgaan met de verkeerde rommel te verkopen. En dan ga je dat goed praten met je bomen. Nou, die 9 studenten die hebben gewoon gelijk gekregen. Dus het verbod op fossiele reclame en alles wat fossiele bedrijven verzinnen om ons maar verslaafd te houden aan hun producten, dat is echt zo'n social tipping point. En daar zijn gewoon mensen die aan werken. In Den Haag bijvoorbeeld, Femke Slegers is daar heel, heel erg mee bezig. Dus het doet er absoluut enorm toe wat jullie allemaal verzinnen aan je keukentafel en met de buren en met andere groepen uit de buurt of uit de regio of uit de rest van Nederland. Nou, de verbeelding. We zouden nergens zijn zonder onze verbeelding. Als je de wereld van de toekomst niet voor kan stellen, dan weet je ook niet hoe je hem moet maken. En dat is de reden waarom Climate Cleanup deze documentaire heeft aangekocht. 2040 Join the Regeneration. Die vader daar rechtsboven, dat is Damon Gameau. En die dacht, ik heb zo'n klein kindje, 4 jaar. Velvet, ze is nu 7. En hoe ziet haar wereld er nou uit in 2040? En dat is hij gaan laten zien in deze documentaire. En eigenlijk heeft hij Drawdown the Movie gemaakt. Dus hij heeft ook Paul Hawken geïnterviewd. Van al die, niet al die oplossingen, want er staan er 100 in het boek. Hè? Maar de belangrijkste. En hij heeft ook Kate Raworth erbij gehaald van de donut-economie. Van hoe gaat die economie er dan straks uitzien? En deze film kan je via onze website bekijken. We stellen hem ook ter beschikking aan buurtinitiatieven en scholen gratis. Mail mij, dan fixen we dat. Nou, dan nog even lokaal. Ik ben zelf lokaal begonnen. Ik was hiervoor journalist en daarvoor zat ik in het onderwijs. En ik dacht, 12 jaar geleden werd ik zelfstandig. Toen ging ik van radio ging ik over naar filmen. En ik dacht, jongen, niemand doet wat. Dus ik moet het kennelijk zelf doen. Nou, Dat is echt, moet je tegen iedereen zeggen. He, dus als ze zitten te klagen, moet je zelf doen. Doe het, doe mee, weet je, kom meedoen. En toen hebben we natuurlijk Eiburg opgericht. Dus hier zie je ons staan met een groepje mensen in de bibliotheek. Hadden we een leuke avond. En op natuurlijkeiburg.nl kan je dan lezen. Maar daar kun je je alles bij voorstellen. Weet je, wat zijn zonnedaken op scholen, vergroenen van de straten, het zwerfvuil opruimen, een repaircafé. Nou, allemaal van zulke soort dingen. Dus het is vaak meerdere thema's, hè? Sociaal, groen, duurzaam, heel erg samen. Soms ook een beetje cultureel. Dus, dit zijn wij. Hè? We staan met elkaar in contact. En het is ook echt ongelooflijk belangrijk, vind ik, dat we dat ook echt voelen. Dus ik zou ook zeggen, ga eens met die 2 voeten gewoon eens op de grond. Voel gewoon dat je hier bent en dat we het echt samen moeten doen. En dat we elkaar de bal toespelen, dat we elkaar vooral niet afzeiken. Dat we ook niet gaan zeggen, mijn oplossing is beter dan de jouwe. Zijn allemaal belangrijk. De ene mens is iets socialer ingesteld, de andere wat technischer. De derde wat natuurkundiger. We hebben iedereen nodig. En alle talenten nodig. En dan gaan we heel veel succes hebben.